Het EFS College, COFAP, is niet in staat geweest om met de nieuwe lichtingstudenten te starten voor het begin van dit collegejaar. Dit zei Jenny Johns Christopher, onderdirecteur van de cluster onderwijs van de school, bij de opening van het collegejaar. Volgens Johns Christopher wordt hard aan gewerkt dat de nieuwe groep eind oktober in de startblokken kan staan. Alles is voorbereid. Genoeg studenten hebben zich aangemeld. Ze hebben de selectieprocedure doorstaan, maar ze zijn onvoldoende in staat geweest om de opleidingskosten te betalen. Dat heeft er dus voor gezorgd dat wij nog niet zijn kunnen starten met nieuwe studenten, met nieuwe groepen. We zijn uiteraard niet bij de pakken blijven neerzitten. En we hebben voor maatregelen getroffen dat we toch nog de nieuwe studenten in oktober, eind oktober, kunnen starten. Zo hebben wij geprobeerd om het eerste termijn dat ze moeten betalen verder uit te splitsen in meerdere deeltermijnen. En we hebben ook de route naar NOB bekeken, maar zoals u weet is dat niet zo eenvoudig voor onze studenten. Dus waar wij het voornaamste succes mee verwachten, is dat wij de opleidingskosten over meerdere termijnen splitsen, waardoor er eind oktober de geplande 5 groepen wel kunnen starten. Johns Christopher zegt dat de balans tussen studeren, leren en het privéleven dit jaar centraal staat, zoals de titel van het openingscollege luidt. Ze stelt dat het wegtrekken van kader ook invloed heeft op COFAP. Mijn verwachtingen zijn, in de persoon van onderdirecteur, het zijn de verwachtingen van de instelling. We zijn allemaal bekend met de problemen, zo u wil, de uitdagingen waarmee we anno 2023 te maken hebben. En wij gaan er als instelling alles aan doen om alle partijen, alle stakeholders die betrokken zijn bij het kwalitatief onderwijs, zodanig tegemoet te komen dat wij het schooljaar succesvol kunnen opstarten, uitvoeren en uiteraard ook afronden. En dan doel ik mij speciaal op de studenten en de docenten. Want zij zijn de eerste partijen die ervoor moeten zorgen dat het onderwijs vlot verloopt. We moeten onze docenten koesteren. De onderdirecteur geeft aan dat gewerkt wordt aan vermindering van de werkdruk op de docenten. De beste studenten van het vorige collegejaar zijn vandaag gehuldigd.